Michael Wout is bij Almere City de onomstreden vaste eerste doelman. Maar de komende weken even niet, want dan zit hij met zijn geboorteland Nieuw-Zeeland in het Verre Oosten om daar deel te nemen aan de Olympische Spelen van Tokio. De 22-jarige doelman, die vorig seizoen definitief werd overgenomen van Eredivisieclub Willem II, kijkt enorm uit naar dit avontuur. Voor mij is het iets dat ik vind, is één keer in je leven dat gaat gebeuren. En ja, ik speel voor Nieuw-Zeeland en voor mij, het spel voor Nieuw-Zeeland is ook iets leuk en iets speciaals. En ja, ik ben er klaar voor. Ja. Is dit echt een droom die uitkomt? Ja, ik denk het wel. Niet zoveel mensen gaan spelen in de Olympics. En ja, voor mij, ik ben heel gelukkig op dat ik mag spelen in de Olympics. Ook zijn vaste keeperstrainer bij Almere City, Serge van der Ban, is enorm trots dat Wout actief zal zijn op de Spelen. Ja, zeker weten. De Olympische Spelen is gewoon ja, hartstikke mooi. Helemaal dat Almere City daar een speler nu dan een keeper mag afleveren. Wout is dus een tijdje afwezig in Almere en hoopt zeker tot begin augustus weg te blijven. Want hij heeft grote plannen in Tokio. Ja, ik wil naar de finale gaan. Maar ja, we spelen de laatste, ja, ik weet niet, iets in augustus. Ik ben terug, hoop ik. Maar ja, ik wil alleen één wedstrijd elke keer. En ja, we moeten het beste doen en hoop dat we gaan doorgaan voor de poel. Keeperstrainer Serge van der Ban traint natuurlijk dagelijks met Wout en snapt wel waarom Nieuw-Zeeland een beroep op hem doet. Ja, rustig. Zo oogt hij, maar wil ja, heel graag winnen. Wil daar nog wel eens over het randje mee gaan. Dat heeft ook een beetje met zijn leeftijd te maken. Dat wordt steeds beter. Ja, hele goede in schoten tegenhouden zijn heel erg goed. Ik kan nog wel wat stapjes maken in het meevoetballen en zijn keuzes. Maar we hebben vorig jaar ook gezien dat hij daar ook wel weer stap in heeft gemaakt. Wout is niet bang dat hij door zijn afwezigheid tijdens de voorbereiding van Almere City zijn basisplaats zal kwijtraken. Nee, niet zoveel. Ik vind dat, ik ben ook eerlijk, voor mij maakt niet zoveel verschil op dat of ik ga wedstrijd spelen hier in de oefenwedstrijd of ga de Olympics spelen. Ja, dus allebei minuten maken en preparatie voor de seizoen. De Olympische Spelen zullen door de huidige pandemie natuurlijk anders zijn dan andere edities vanwege de strenge maatregelen. Ja, dat is echt jammer. En ook daar, het is ook nu in Nederland is een beetje meer rustig met de regels en maar daar het is echt streng. En ja, ik was ook, dat is een beetje zonde, ook de Olympische Spelen is ook een event, weet je. En ik vind dat je gaat alleen in het hotel blijven en spelen, dan terug naar het hotel. Ja. Maar ja, als ik kijk terug in 20 jaar, het is ook stil de Olympische Spelen, zo ik moet ook blij zijn. Je kan niet even lekker naar een andere sport gaan of even lekker uitgaan en zo? Nee, ik denk het niet. Wat jij zegt is normaal Olympics misschien mag gebeuren, maar ja, niet deze. Ja. Tot slot gaat keeperstrainer Serge van der Ban ook diep in de nacht alle wedstrijden van zijn pupil Michael Wout in Tokio kijken. Nou, ik heb toevallig net even het tijdsverschil gekeken. En volgens mij speelt hij om 12 uur 's nachts. Dus het ligt er een beetje aan of ik de volgende ochtend ook hier moet zijn. Want ik moet hier ook nog fris en fruitig staan. Dus dat hangt er een beetje vanaf van het schema en zijn schema.